werken en arbeidsvoorwaarden. Waarom werken mensen? Ik denk voldoening uit hun leven te halen en geld te verdienen. Dat de twee grootste rollen zijn. Maar daarnaast kun je ook voor sociale contacten gaan werken. Misschien als je dat tekort komt. Iets te doen hebben, want heel de dag thuis zitten, ja. Ja, klopt. Daar wordt ook niemand vrolijk van. Ja. Er zijn genoeg mensen die multimiljonair zijn, maar nog steeds een normaal baantje gaan zoeken. Gewoon puur voor die sociale contacten. Om toch bezig te zijn. Ja. Ik denk dat als je bijvoorbeeld met pensioen bent, zijn genoeg mensen die dan alsnog willen werken. En dan niet per se voor geld, maar meer vrijwilligerswerk. Wat is het verschil tussen een werkgever en een werknemer? Nou, een werkgever die biedt werk aan. Ja, en een werknemer is degene die het werk uitvoert voor de werkgever. Bijvoorbeeld de eigenaar van een kledingwinkel en de medewerkers in de kledingwinkel. Het bedrijf en het personeel. Welke arbeidsvoorwaarden vind jij belangrijk? Ik denk dat salaris wel een rol speelt, maar niet het belangrijkste is. Maar vooral hoe er met je wordt omgegaan en hoeveel uur je in de week mag werken. Nou ja, wel salaris. Nou, ik vind het heel belangrijk dat je ook echt gewoon betaald krijgt naar wat je echt hebt uitgevoerd. En hoe lang je contract loopt, dus de arbeidsduur. Ja, welke dagen, hoeveel uur. Pauzes. Je hebt natuurlijk echt pauze nodig. En je hebt vaak in de horeca dat mensen maar heel snel af en toe even wat kunnen eten, omdat ze niet echt een pauze mogen hebben. En ik vind dat je daar best iets van mag zeggen, want iedereen heeft natuurlijk recht op pauze. Want als jij niet genoeg eet en je moet een hele lange dag werken, dan kan het zo zijn dat je gewoon ziek wordt. En ja, ook je werk dus niet goed kan uitvoeren. Ik denk dat de omgeving heel belangrijk is. En daar bedoel ik mee dan de plek waar je werkt. Dat het niet vies is, dat het niet stinkt. Maar ook een beetje van, kun je nog iets een leuke training doen? Ja, secundaire voorwaarden. Vakantiedagen, want er zijn ook mensen die gewoon een 9 tot 5 baantje hebben en dan heel het jaar kan doorwerken. Maar die hebben natuurlijk ook recht op vakantie, want die moeten ook eventjes genieten. Ja. Wat staat er beschreven in de arbeidsomstandighedenwet? Nou, dat gaat om veiligheid. Volgens mij dacht ik, wanneer er iets met je gezondheid of welzijn is, dat je dan ook nog steeds doorbetaald kan krijgen. Stel je bent echt heel erg ziek. Maar volgens mij ook, wanneer er iemand is overleden, dat je dan ook gewoon vrij kan krijgen en zo. Pas was ik op werk en toen moest ik kerstlampjes gaan ophangen. En toen kwam mijn leidinggevende langs lopen en die zei zo tegen mij van, ja, je staat nou op een stoeltje. Maar dat is in de arbeidswet staat dat je dat eigenlijk helemaal niet moet doen. Dus ga maar een laddertje pakken. Dus ik dacht van, ja, ik sta hier niet langer dan 10 minuten of zo. Dus waar moet ik een laddertje gaan pakken? Hij zei, nee, ga maar een ladder halen, want dit gaan we echt niet doen. Als je om tegen valt, ja, dan hebben we een groot probleem. Dus toen moest ik een ladder halen. Dus dat staat er blijkbaar in.